3 minuten over 12. Hé, hey, Tim. Ja. Hoi. Goedemorgen. Hallo. Fijn weekend gehad? Rustig, ja. Rustig weekend. Ja, veel sport. Oh ja. Gekeken. Oh, gekeken. En ook klaar. Oké. Okay. Ja. En jij? Ja, ik zat op... Ik zei nee, want er was geen wind. Nee. Ja, zaterdag wel. Ja. Maar zondag was er geen wind en toen zat ik op het strand. Strand? Ja. Moet jij op strand? Ja, in Castricum. Oh? Ja, vond, was ik nog nooit geweest eigenlijk. Vond het wel leuk. En je dacht van, ik ga naar Castricum? Ja. Nou, ja. Ja, dat, ik was getipt door iemand. Oh, Castricum. Castricum. Ja, nou. Niet allemaal naartoe vliegen, want dan is daar weer... Ja, nee, nee. Nee. Maar, weet je wat ook lekker rustig is? Nou? Wijkerszee. Ja? Ja, oh, ook kan je ook een keer naartoe. Ja, oké. Okay. Niet aan Muiden, want het is een beetje dicht bij die... Ja, bij die hoogte. Ja, maar Wijkerszee, ja. Lekker rustig. Dan ben ik langs gevaren en denk, jeetje, Pietje, daar zou je onderwonen. Dan komen er een rotzooi uit. Och, van... Hey. Goed. We hebben een gast vandaag. Ja. Ja. Hartelijk welkom. Ja, Helen van de Jacht. Helen van de Jacht, ja. Ja. Dankjewel. Ja, kijk eens aan. En wij gaan het hebben over mantelzorg. Ja, ja. Zeker. En meer. En meer, ja. En meer, ja. En meer, ja. Over, en over jouw job, waar we het ook nog over gaan hebben. Ja. Consulent Respijtzorg Amsterdam, hè? Ja. Ja. En we gaan eens kijken wat jullie allemaal betekenen voor de mantelzorgers en voor de vervangers van mantelzorgers. Ja. Ja? Correct. Maar we gaan eerst een plaatje draaien. Ja, goed. Oké. Okay. Hij wil niet erg. Ja, nu wil hij. Hij wou niet vertrekken, had vertraging. Oh, net als de trein. Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt, wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ich seh ihr noch lange nach, seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren. Nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Dann ist alles still, ich geh. Regen durchdringt meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee in der Luftaufsichtsbaracke. In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen. Wolken spiegeln sich darin, ich wär gern mitgeflogen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man,
blieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. En hij vloog weg, Rijn naar mij. Hij had vertraging bij het weggaan, maar... Nou, is de tijd aan. Nou, een lang plaatje. Hè? Ja, geinig. Nou, misschien een lange plaatje is altijd. Ja. Helen, we gaan het hebben over mantelzorg. Ja. Dat is jouw vak. Ja. Ik denk dat heel veel mensen die kennen de term wel, maar ze weten echt niet wat een mantelzorg nou precies is en doet. Nee, dat klopt. Dat merk ik heel vaak als ik op gesprek ga bij cliënten, zoals wij dat noemen. Dan denken ze, ik ben helemaal geen mantelzorger. Maar ze zorgen eigenlijk al jaren voor iemand die een beperking heeft of chronisch ziek is. En iemand die inderdaad dus zorg biedt aan een partner of een kind of een moeder of een zus, is mantelzorger. Nou ja, oké. Okay. Ja. Kan ook maar zomaar iemand zijn die voor iemand zorgt? Of moet het in de familie zitten? Nee hoor, het kan zomaar iemand zijn. Je bent mantelzorger. En dat kan voor een zus, het kan voor de buurman, het kan voor je oma, het kan voor je kind. Voor iedereen. Ja. En dat is een mooi werk wat men doet. Maar wel zwaar, denk ik. Als het ernstig is. Als het ernstig is wel. Maar het is heel fijn om mensen te kunnen helpen. En eigenlijk bij al het mogelijke wat we maar kunnen doen. Mm-hmm. En daarom bestaat er bij mantelzorg meer ook een heel team die daarvoor klaarstaat. Niet alleen ik als consulent respijtzorg die met middels vrijwilligers de mantelzorger wat gaat ontlasten en dan de hulp biedt. Maar we hebben ook mantelzorgconsulenten en een mantelzorgmakelaar. En je praat over mantelzorg en meer. Dat betekent? Dat betekent dat wij niet dat wij meer doen. Dus niet alleen maar het inzetten van vrijwilligers om de mantelzorger te ontlasten. Maar we hebben dus ook de mantelzorgmakelaar die hulp biedt middels gesprekken aan te gaan. Trainingen geeft. Of een consulent die bijvoorbeeld WMO of PGB en dat soort WMO? Zaken regelt. Ja. Wet maatschappelijke ondersteuning? Ja, die dus, ja, als iemand echt hoog omhoog zit met allerlei zaken. Dan hoeft het dus niet vanwege een vrijwilliger te zijn. Maar met andere problemen, dan kan een collega van mij ondersteuning bieden door dat helemaal met het gezin of met de persoon uit te zoeken en de hulp te bieden. Dat zijn professionals? Dat zijn allemaal professionals die allemaal al... Stichting? Een stichting. We vallen onder Amstelring we zijn wel een zelfstandig onderdeel omdat wij gesubsidieerd worden door de gemeente. Door alle gemeentes in de buurt? Ja, ik heb de regio Amsteland onder mijn hoede. Dat betekent dat ik met Amstelveen te maken heb en met Ouderkerk en met Duivendrecht. Mm. En wij hebben ook een team zit in de Haarlemmermeer. Die heeft dan natuurlijk weer met de gemeente Haarlemmermeer te maken. En we hebben ook zaken en hulpvragen en mantelzorg in de regio Uithoorn, de Kwakel, Kudelstaart en Alsmeer. Vrij groot, hè? Dus vrij groot. En is het een landelijk of is het een regionaal? Nee, het is regionaal. Het zit niet landelijk. Je hebt wel natuurlijk andere organisaties die hetzelfde doen als wij. Maar dat is dan niet dus van mantelzorg. Dus er is nog geen landelijke mantelzorgorganisatie die een beetje zo op jullie lijkt? Nou, niet zoals mantelzorg en meer, nee. Maar een soort gelijke wel, hoor. Dus dat de vrijwilligersinzet wordt geregeld en dat mensen geholpen worden met zaken wat de gemeente aangaat. Mm. Zeker wel. Worden allemaal door gemeentes gesubsidieerd? Bij ons wel. Ja. Bij jullie wel. Ja. Van de rest weet je. Als je nou, dat zal zeker ook wel hoor. Of, als je nou geen in je omgeving geen kennis hebt die je zou kunnen mantelzorgen. Ja. Verzorgen jullie dan ook de zoektocht naar zo'n vrijwilliger? Of? Ja, wij regelen dus als het iemand is die wel hulp... Dat komt sowieso via bij ons binnen. Dat kan zijn of via de huisarts of via een buurvrouw of via een case manager zoals wij dat noemen. Die zitten dan in een andere zorginstelling of organisatie. Of een wijkzorg die er al komt die zegt tegen mij, joh, ik vind het hier toch wel schrijnend. Kun jij eens niet gaan praten? Okay. Ik ga dan naar die persoon toe om eerst even te kijken wat is er allemaal los? Mm-hmm. Wat mankeert er allemaal? En wat kunnen wij bieden? Kunnen wij het oppakken? Middels een vrijwilliger, dan pak ik het op. Zijn het andere zaken, dan doet onze consulent dat of de makelaar. Mm-hmm. Kunnen wij het niet of is het niet ons pakje aan, dan zorgen we dat we doorverwijzen. Dus naar de juiste instanties die dat wel moeten doen. Okay. Wat is niet uw pakje? Sorry?
Wanneer is het niet doorpakken, ja? Stel dat wij... Het ligt er helemaal aan de situatie. Als wij die taken die wij doen, wat ik al zei, dus via de gemeente zaken regelen of gesprekken aangaan. Mm-hmm. Als er meer aan de hand is waar andere organisaties voor zijn, dan verwijzen we door. En dan zeggen we, joh, dat is jullie tak van sport. Dat kunnen jullie het beste oppakken. En dan overleggen we alles wat wij al weten en kennen. Ja. En dan gaan die ermee aan de slag. Oké, en daar heb je goed contact mee? Ja. Ja? Zeker, want je moet samenwerken met elkaar. Hè? Ja, maar goed, dat is ook vaak iets wat wel benadrukt moet worden. Want soms gebeurt dat in de jeugdzorg. Hè, hele omgevingen die dan bezighouden met een gezin en met een kind. En dat zit allemaal elkaar meer in de weg, heb ik het idee. Dan, ik ga altijd vanuit dat de mensen de hulp graag willen bieden om een oplossing te zoeken. Oh, daar ga ik vanuit. Inderdaad, er zal soms wel eens behoorlijk wat organisaties omheen zitten. Wij hebben ook wel de jonge man. Zorg ons onder onze hoede. Dat is alleen wel weer anders als de jeugdzorg. Dus dat is een andere tak van sport. Ja, zeker. Nee, maar begrijp maar. Dat bedoel ik ook. Kijk, een voorwaarde is natuurlijk dat jullie met de clubs waar je op een gegeven moment naar doorverwijst of de ILO, dat je daar goed mee communiceert. Ja, wat ik altijd zeg, zodra ik doorverwijs, leg ik het dus bij de ander neer. En dan zeg ik ook, nu is het jouw hulpvraag. Tenzij ik weer in beeld kan komen of kan helpen, dan komt hij vanzelf weer terug. Ja, oké. Nou, dat lijkt me goed om eens even een stukje muziek doorheen te doen. Hè? Ja. Daar hebben we de basis gelegd. Ja, zeker. Vriendschap, liefde, broederschap komen nader, stap voor stap. Ja, dat is waar. Inderdaad. Vriendschap, liefde, broederschap, het zijn geen loze kreten. We leven echt niet voor de grap, dat mag je nooit vergeten. Nee, we binnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja, we binnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Help de Spanjaard en de Turk die tussen ons verblijven. Naast de liefde is de kurk waarop we alle drijven. En we winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja! Yeah! We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Mensen deelten samen het brood, helpt elkander in de nood. Als je buurman armoe lijkt, in stilte zit te treuren, probeer hem dan met wat menselijkheid een beetje op te beuren. Oh, we benden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja! Yeah! We benden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Leeft een vrouw in eenzaamheid, dan moet ge wel bedenken welke vreugd je haar bereidt door haar een kind te schenken. En we binnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja! We binnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. In de plaats van haat en nijd, vrijheid, vrede, menselijkheid en een beetje warmte. Ziet reeds gloort de dageraad die ons het licht gaat brengen. De zon die aanstonds alle kwaad op aarde zal verzingen. Want ja! We zijn op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Ja! We zijn op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Nou, toepasselijk kan het niet, hè? Nou, inderdaad, ja, toch? Elkaar helpen. Dat het schaap van de vijf poten. Ja. Ja, ja. Ja, de mantelzorger. Ja, daar heb ik dan een voorstelling van dat iemand gewoon helemaal zeg, met een ander bezig is en zo. Maar wat doen ze nou precies? Wanneer ben je nou mantelzorger? Een mantelzorger ben je als je zorg en hulp biedt aan je naasten met een chronische ziekte of een beperking. En dat kan inderdaad je partner, je kind, je zus, je broer zijn. Mm-hmm. Wie dan maar ook.
Ja, maar goed, met een beperking, psychisch, fysiek? Alles. Iemand kan dementie hebben, ja. ALS, hij heeft een NAH, dus een niet aangeboren hersenletsel. Dat is ontstaan door een ongeval. Mm. Eigenlijk alles. En thuiswonend? Thuiswonend, ja, want wij mogen geen zorg bieden in zorginstellingen. In ieder geval zeker niet een vrijwilligersinzet. Want dan zouden we het werk overnemen van mensen die daar natuurlijk gewoon hun werk doen. Ja, dat klopt. Dus dat dat mag. Maar die staan ook onder druk. Ja, het is veel druk. Wordt veel hulp gevraagd. Ja. Maar dus, wanneer ben ik nou mantelzorger? Hè? Is als ik dus heel regulier, dagelijks of voor iemand zorg. Ja. Die het nodig heeft. Die niet zelfstandig dat allemaal voor elkaar kan krijgen. Nee. En dat is vaak natuurlijk een combinatie. Iemand werkt nog misschien en moet hulp bieden. Maar moet ook naar zijn werk, maar moet eigenlijk ook thuis blijven om hulp te bieden. Ja. Of zijn al wat ouder en door de ouderdom ook overbelast omdat ze het zelf lichamelijk niet meer trekken. Ja. Maar er bestaat toch zoiets als thuiszorg? Thuiszorg, die is er ook. Maar die komt natuurlijk vaak voor of de huishoudelijke hulp. Ja. En de wijkzorg komt dan bijvoorbeeld wel voor ondersteuning. Voor of medicatie geven of kousen veranderen en dat soort dingen. Daarvoor zijn wij niet. Nee. Wij bieden echt de mantelzorger ondersteuning. Dus dat betekent dat we met de mantelzorger in gesprek gaan. Wat heb je nou nodig? Waar loop je spaak? Mm-hmm. Waar kunnen we je helpen? En wat zijn dan zeg maar specifieke dingen waar mensen bijvoorbeeld spaak lopen? Nou, omdat ze al eigenlijk vaak een lange tijd dan voor iemand zorgen en het dan niet meer trekken. Want ze zeggen, ik heb nooit meer zelf tijd voor mezelf. Ik kan er niet op uit. Ik kan niet weg. Want ik kan mijn man beslag is niet te groot. Alleen. Beslag is te groot. Ja. En dat kunnen wij dan inzetten om als voorbeeld te geven. Iemand bridget normaal altijd op dinsdagavond. Maar kan dat niet meer doen, want hij wil haar man niet alleen laten. Nou, dan zorgen wij dat er op dat moment dat mevrouw de deur uitgaat, gewoon naar haar bridget kan gaan, zit er een vrijwilliger die oppast of met meneer een praatje doet, kan natuurlijk heel verschillend zijn. Het kan ook iets heel anders zijn als iemand zegt, ik moet 's middags een keer naar de tante of naar de dokter, maar ik kom er niet aan toe. Ik wil graag dat op dat moment iemand met mijn man gaat wandelen. Nou, dan proberen we een vrijwilliger te regelen die met meneer gaat wandelen. En dat is jouw respijtzorg? En dat is mijn respijtzorg die ik bied aan de cliënt die wat mankeert, maar waardoor de mantelzorger ontlast wordt. Ja. En de mensen die vraag hebben, die kunnen bij jullie terecht? Ja, die mensen die vraag hebben, sowieso zijn ze vaak al bekend ook bij de huisarts. Want ze hebben natuurlijk ook kenbaar gemaakt van, goh, ik red het niet meer. En waar kan ik terecht? Maar ze kunnen ons altijd bellen om te vragen van, dit is mijn situatie. Waar kunnen jullie mee helpen? Ja. En we staan op een website, mantelzorg-en-meer.nl. Ze kunnen bellen op 020-333-5353. We hebben Facebook, dus ze kunnen op alle kanten bij ons binnenkomen. Dat zullen we straks nog even herhalen. Dat gaan we zeker doen. Maar zijn er ook werkgevers die nou mantelzorgers ondersteunen of niet? Ja, zeker. Dat wordt natuurlijk ook de laatste jaren gelukkig meer. Dus ze krijgen wat meer tijd om toch thuis te zijn op het moment dat het nodig is. Ja. Maar er zijn ook werkgevers waar we wel even mee in gesprek moeten gaan om toch iets met elkaar te kunnen regelen. Ja. Kijk, als iemand s'avonds ook even een verslag kan uitwerken in plaats van 's middags op kantoor en zegt, ik moet toch in die middag wel even bij mijn vrouw zijn, want anders redden we het allemaal niet. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk een kleine moeite om dat met elkaar af te spreken. Ja. En dat lukt ook? In de meest tegenwoordig wel, want er zijn zelfs nu tegenwoordig ook bedrijven waar ook samenwerkingen mee ontstaan. Ja. Dus ook met onze mantelzorgen meer. Dat een bedrijf zegt, die geeft dan aan de medewerkers vrij af van, goh, jij mag zoveel uur per jaar vrijwilligerswerk gaan doen. Oké. Okay. Nou, dat is super fijn en die melden zich dan ook bij ons. Ja. En zijn dat nogal wat bedrijven of moet je ze met een lampje zoeken? In het begin hebben we zelf contacten geprobeerd te leggen. Ja. En nu melden ze zich soms zelf. Of gaan ze de barricade op van, jongens, wij staan open voor een samenwerking. Okay. En dan proberen we dat ook met elkaar te regelen. En dat is heel fijn. Ja. En het lijkt ook wel als er letterlijk één schaap over de dam is, dan volgen er meer, hè? Ja, maar het is natuurlijk toch ook, ja, inderdaad, hè. Zien geven, doet geven. Hè? Ja, en we zijn natuurlijk ook veranderd in de loop de jaren. Vroeger ging het natuurlijk heel anders dan nu. Het gaat allemaal sneller en mensen willen meer en moeten meer zelfstandig doen, meer zelf langer thuis blijven, waardoor dit allemaal ontstaat en waardoor mensen toch hulp willen bieden en de samenwerking met elkaar gezocht moet worden. Ja, en als ik als mantelzorger nou een keer zeg, ik zit wel scheef, ik word hoog tijd dat ik een keer op een weekje of anderhalf op vakantie ga, kan dat ook? Ja, dat kan ook. Daar zijn wel weer andere instanties voor. Daar doen wij wel de intake voor. Dat heet bijvoorbeeld onder
onder andere handen in huis. Maar er zijn meerdere kansen waar dat gebeuren kan. Bijvoorbeeld de zorgboerderij. Dan kan iemand gewoon weggaan. En dan zorgen we dat er op dat moment iemand in huis komt bij de cliënt. Tenzij ze natuurlijk ook samen gaan. Dus ze kunnen ook samen naar een zorgboerderij om toch even ertussenuit te zijn. Ja, ja. Die zorgboerderijen zijn dan weer aparte instellingen? Ja, die hebben hun eigen zorg. Maar dat kunnen wij wel uitzetten en regelen. Alleen zij gaan er zelf Jullie kunnen er wel voor zorgen dat ze dan ook weg kunnen. Ja. Oké. Okay. Zijn er lange wachtlijsten voor? Want het is tegenwoordig in de zorg meer regel dan uitzondering. Het ligt eraan wat de eisen en wensen van de cliënt natuurlijk ook zijn. Ja, soms natuurlijk. Willen ze speciaal naar iets toe wat al vol zit. Dus dan moeten ze inderdaad zorgen dat ze op tijd zijn. Hmm. En heel vaak is het ook, als het geregeld... De mensen vinden het ook wel lastig om het te doen en moeilijk in het begin. Hoezo? Als het, nou, het is nieuw, het is anders. Dan gaan ze opeens toch of alleen weg en laten ze iemand thuis die dan verzorgd moet worden. Hmm. En als je dan al 40, 50 jaar met elkaar bent en je gaat opeens alleen even ertussenuit omdat je het niet meer helemaal volhoudt. Ja. Dan kan dat wel eens even een stap zijn. Ja, ja. En hebben ze dan ook de mogelijkheid om tussentijds jou te bellen of zeggen van hey, ik zit daar nou hier met vakantie? En, altijd. Altijd. Ja hoor, bellen mag altijd. Ja. En gesprekken, praten kan altijd bij ons. Dat doet sowieso een collega van mij ook. Dus die... En heb je nou het idee dat die nood bij die mantelzorgers toeneemt? Dat de druk van de maatschappij en van het leven en al dat soort dingen groot wordt? Nou ja, vooral omdat de mensen natuurlijk al van tevoren gezegd wordt, je moet zoveel mogelijk zelf proberen te regelen. Eerst jezelf redden. Mm-hmm. Vaak zorgen ze al heel automatisch, ga je zo'n zorg in en zorg je al jaren voor iemand. En in het begin zeggen ze ook, oh, dat kan ik makkelijk, dat trek ik wel. Joh. Ik ben nou eenmaal iemand die graag voor iemand zorgt. Maar dan zijn ze op een gegeven moment 10, 15, 20 jaar verder. En dan lopen ze tegen hun eigen grenzen aan. Ja, 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 ja. En dan zijn wij er. Oké, goed zo. Nou, daar gaan we straks nog even over verder. Prima. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. If you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. Science book. French I took. Yeah. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Oké, goed. We hebben vandaag bezoek van Helen van de Jacht. Ja. Van Mantelzorg en meer. Ja. Ja, en we hebben dan een paar thema's gehad. Ik heb eigenlijk wel een vraag. Mm-hmm. Hoe groot is je bestand? Qua vrijwilligers of klanten? Nee, cliënten. Mantelzorgers. Dat zijn er wel 800, denk ik. Zo? Ja, ja. En dat is allemaal... Ja, die hoeven niet allemaal natuurlijk hulp te hebben, maar die staan wel in ons bestand. Dus ja, maar ze hebben altijd contact met jullie opgenomen. Ja, via of zelf of hoe dan ook. Ja. Dat is nogal wat. Ja. En, maar het kunnen ook ouder zijn, hè, die blijven erin staan. Of mensen die af en toe incidenteel contact hebben, informatie nog van ons krijgen. Ja. Dus dat
Ja, maar goed, maar de actuele, je zal je handen vol hebben, of niet? Zijn de mensen, neemt het toe dat ze zeggen van we willen wel eens eventjes wat ondersteuning hebben of we willen wel eens wat... Ja, absoluut. Ja, ja. Mensen zijn toch sneller nu al gewend om te zoeken naar waar kan ik zijn voor hulp. Ja. En via of via ons, als we inderdaad ergens in een krant staan of flyeren of op een netwerksessie zitten, dat ze bekend raken met ons of dat ze bij een gesprekgroep voor Alzheimer zijn geweest en weten dat we bestaan. Ja. Dus ook via allerlei kanalen komen ze natuurlijk binnen. Oké, want zeg maar, mensen worden, laat ik het goed formuleren, mantelzorgers die weer aangesloten zijn, die... Adviseer je ook over de manier van mantelzorg, hoe ze dat het beste kunnen doen? Of verschillende soorten. Je hebt natuurlijk verschillende soorten aandoeningen waar ze voor moeten zorgen. Iedereen, alles is weer anders. Ja. Elk gezin of en elke dat is meestal een verwijzing. Dus als je met iemand van Alzheimer met Alzheimer te maken hebt, stuur je ze door naar de Alzheimer Club. Ligt eraan wat voor vraag ze nodig hebben. Soms is dat de partner die ervoor zorgt gewoon het af en toe niet trekt en een praatje wil. Dan kunnen ze bij mijn collega, de mantelzorgconsulent, aanschuiven. Die gaat de gesprekken aan, die geeft tips of trucs of zorgt dat ze weer even snapt hoe het allemaal werkt. Een beetje ruimte krijgen. Een beetje ruimte geven of ze raadt dingen aan waar ze naartoe kunnen als het nodig is. En inderdaad, mocht het zo zijn van, wil je een vrijwilliger, kan je altijd ook vrijwillig via mijn collega krijgen. Ja. Dus dat kan ook allemaal, of ze nemen deel aan een training, dat ze kunnen komen, dementie, hoe werkt dat nou en waarom wordt iemand nou boos of waarom is iemand nou elke dag blij, waarom zingt nou iemand de hele dag? Ja, er zijn verschillende vormen. Ja, er zijn verschillende vormen en omdat, vooral als je daar nooit mee in aanraking bent geweest en nu heel langzaam daarin groeit omdat je partner dat heeft gekregen, ja, dan is het wel fijn om even een af en toe een praatje met iemand te hebben die dat goed kan spreken. Ja, een deskundige. Ja, een deskundige die daar ook voor gespecialiseerd is en die ook dat hele dementie kan uitleggen. Ja. Dat is ook een toenemende zorg. Hè? Mm-hmm. Ja, zeker. Zitten er veel cliënten bij die zorgen voor dementerende mensen? Zeker, absoluut. Ja. En dat is echt zwaar, vertellen. Vooral dat het dag en nacht doorgaat. Hè. Het is niet alleen smiddags even rond de maar ook de verandering van iemand. Hè. Ja. Dat lijkt me mentaal ook geweldig lastig. Ik zie het in mijn omgeving. Daar zit echt... meneer die was vroeger heel erg actief op het sociale vlak. Ja. En die is nu aan het dementeren. En zijn vrouw, die man die doet niks meer alleen. Nee. Zijn vrouw wandelt met hem. Verzorgt hem echt dag en nacht. Ja. Ik vind dat echt bewonderingswaardig. Bewonderingswaardig. Het is ook psychisch natuurlijk toch een klap voor iemand die dan iemand ziet veranderen. En het kan kwaadaardig zijn zelfs. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk kunnen hele vrolijke dementerende zijn. Maar ook diegenen die... Niet zo vrolijk zijn. Nee, absoluut. Ja. Dat lijkt me helemaal verschrikkelijk. Nou, die lopen dus ook op een gegeven moment tegen de lat aan. Zeggen op een gegeven moment, nu trek ik het niet meer. Want ik word er gek van hem. Ja. Letterlijk zeggen ze dat. Stel, bedoelen ze het niet. Want ze zijn al heel lang getrouwd. Een heel lief voor hem, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat dan even... En dan ga je hulp zoeken en dan proberen wij er als mantelzorger meer te zijn. Ja. Maar wanneer komt dan zeg maar de instelling aan de beurt? Want uiteindelijk, het houdt op een gegeven moment op. Iemand die zwaar dement is, is thuis niet meer te handhaven. Nee, dat is een proces. Daar gaat ook met de huisarts of een case manager die er eventueel in zit, of wij die erin zitten, door te bespreken van, dit is niet meer houdbaar. Vooral als iemand zomaar wegloopt, de weg kwijtraakt of de deuren openlaat of rookt terwijl het helemaal niet kan. En zijn sigaret gewoon maar ergens neerlegt. Ja, dan is het wel fijn als je dat met je huisarts kan bespreken van wat is nu de volgende stap. En dan zal het heel langzaam toch, vaak is zo'n tussenstap een dagbesteding. Hè. Dan gaan de mensen een dag naar bijvoorbeeld hier in Amstelveen de Luwte of de Amsteltuin. Om daar de hele dag te zijn en te eten, te drinken, spelletjes te spelen, krant te lezen. En met de hulp die daar dan aanwezig is, de dag door te komen. Wijn te verbouwen. Onder andere. heel leuk daar trouwens. Ja, bij Jan Schaak. Ja, en...
Als dat uiteindelijk ook niet meer lukt, want daar kom je natuurlijk op een gegeven moment ook naartoe. Ja, dan gaat iemand naar een verzorgingstehuis. Ja, dat is een kontopname. Ja. En dan is het vaak ook weer moeilijk voor de partner, want die denkt, ja, nou ben ik hem helemaal kwijt en nou heb ik helemaal geen zorg meer. Ja. Hoe dan? Dus dan zijn ook nog vaak de gesprekken, mogen ze ook langskomen. Ze vallen in een gat, hè? Ze vallen in een gat, ja. Want eerst gezorgd en toch je man verloren, maar niet weg. En dan is het verloren en weg. Ja, zeker. En natuurlijk kan je hem wel bezoeken, maar het is toch anders dan. Ja, het leven is heel ingewikkeld wat dat betreft. Hè? Ja, zeker op zo'n moment. Hoe komen jullie aan vrijwilligers die willen invallen? Ja. Werven jullie daarvoor? Ja. Via bedrijven. Ja, onder andere. Bedrijven melden zichzelf aan. Inderdaad, we zetten plaatsen advertenties. We zitten natuurlijk op bijvoorbeeld Amstelveen voor elkaar. Heb je dan zo'n site waar je je hulpvraag op kan zetten. Maar ook mensen van af kunt halen die het zelf aanbieden. Vrijwilligersorganisatie doe je door. Vrijwilligersorganisaties, kranten, flyeren, netwerksessies waar je naartoe gaat. Bij de gemeentes liggen flyers, bij de artsen. Dus dat mensen toch weten, hey, bestaan jullie? Nou ja, de website en Facebook. Tegenwoordig allemaal natuurlijk. Nou, moet je er hard aan trekken? Er zijn momenten, dan komen ze binnen en denk ik, hoi, fijn. En dan zijn er weer momenten dat je zo'n tip hebt, waar blijven ze? En er is natuurlijk altijd een tekort, want ik zou het liefst iedereen willen helpen. Maar dat lukt niet altijd. Niet altijd. Helaas. En wij werken ook met studenten, dus die lopen stage bij ons. Die komen met name van Sociaal Academie? De Hogeschool van Amsterdam met name. Die melden zich dan aan zo augustus, september. En die komen dan eigenlijk net als een vrijwilliger binnen met een kennismaking en vertellen wat ze moeten leren. En die nemen wij dan mee op sleeptouw en laten we helemaal kenbaar maken wat we allemaal doen. En ook met de doelen die zij moeten leren, pakken we dan op. Maar wat voor studies volgen die ook dan? SPH, TP, MWD. TP is toegepaste psychologie. MWD is maatschappelijk werk en dienstverlening. Okay. Alleen de scholen veranderen ook. Dus dat wordt nu social work. Dus dan wordt het hele pakketje in één gestopt. Onder één paraplu. Zodat het ook voor de student aantrekkelijker wordt. Dat je alle vakken een beetje kan pakken. Ja. Maar ook voor de leraren om dat het hele pakket te nemen. Niet 4 jaar lang het een en dan misschien 4 jaar lang of 2 jaar lang een ander onderdeel. Het is voor de student ook mooi. Het is voor de student leuker hoor. Om te kunnen kijken wat hun eigenlijke richting nou. De kans dat ze anders heel veel weten van een heel klein stukje wordt ook doorbroken. Ja, en ze haken eerder af. Want stel dat ze met het eerstejaars beginnen en ze denken, nou, is dit het nou? Dit is niet zo helemaal mijn ding. Laat maar. En dan stoppen ze. En dat is jammer, want ze hebben wel de potentie en kunnen gewoon door. Maar dan is het niet aantrekkelijk genoeg. Oké, nou, dat was de opleiding. Ja. Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan, draagt sporen van een fel verleden. Die wilde hartstocht lijkt nu heen, die zoete razernij vergaan. De wapens waar we toen mee streden. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs de zon en maan, tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou. Jij kent nu al mijn slimme streken. Ik ken allang jouw heksenspel. Ik hoef niet meer om jou te smeken. Jij kent mijn zwakke plaatsen wel.
Soms liet ik jou te lang alleen. Misschien was wat je deed verkeerd. Maar ik had ook wel eens vrienden. We waren jong en niet van steen. En zo hebben we dan toch geleerd. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs de zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou. We hebben zoveel jaren gestreden tegen elkaar en met elkaar. Maar rustig leven en tevreden is voor de liefde een gevaar. Jij huilt al lang niet meer zo snel, ik laat me niet zo vlug meer gaan. We houden onze woorden binnen, maar al beheersen we het spel. Eén ding blijft toch altijd bestaan, de zoete oorlog van het midden. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel. Hou ik van jou, langs de zon en maan, tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou. Ja, een weldadig lied. Mooi, hè? Ja. Prachtig. Ja. Die Herman van Veen, wat een rasartiest. Mm-hmm. Ja. Ja, en het blijft ook mooi actueel. Hè? Het is een heel actueel lied in relaties ook. Absoluut. Ja, ja. Ja toch? Ja, dat is mooi. Ja, en, kijk, uiteindelijk, mantelzorg heeft ook iets met liefde te maken. Ja. Als je niet al te oppervlakkig beschouwt. Hè? Ja. En jij werkt dus ook voor de liefde. Ja, liefde en zorg en helpen. Hè, daar gaat het om. En vooral met elkaar. Ja, en hoe beleef je dat? Ja, ik denk ook dat het in je zit, sowieso. Maar je beleeft dat doordat je altijd weer een blij gezicht krijgt. Of een bedankje, of een kaart, of een brief. Ja. Ja, dat de mensen toch vooral achteraf vaak, hè, als ze mensen opgenomen zijn of het is allemaal eindig, dan zeggen ze, goh, ik ben zo blij geweest dat jullie er zijn geweest voor mij op allerlei manieren. Oké. Ja. Gebeurt dat vaak? Ja, want mensen overlijden ook. En, nee, maar goed, maar ik bedoel ook mensen denken, nou, dat hebben we weer gehad. Nee, toch? Er zijn er ook die gaan ervan uit dat alles maar gewoon en normaal is natuurlijk. Ja. En dat je allemaal maar gewoon doet en dat je werk is. En dat is ook zo. Ja. Maar het is ook fijn om af en toe een schouderklopje te krijgen. Dat denk ik dat iedereen nou, dat leuk vindt. Nou, zeker. En wij proberen toch ook om leuke momenten met de mantelzorg te hebben. Dus daarom hebben we altijd in november de dag van de mantelzorg. Okay. Dat is een hele week. En in die hele week zijn er leuke activiteiten. De dag van de mantelzorg is een week. Ja, dat is wel grappig, want het is één dag. Dat is de dag van de mantelzorg. Maar dat wordt uitgespreid over de week. Okay. En in die week, dat is van 4 tot en met 9 november dit jaar, mogen de mantelzorgers zich bij ons aanmelden. En dan kunnen ze kijken wat voor activiteiten er zijn. Die staan overigens ook op onze site. En dan kunnen ze zich daarvoor inschrijven. En dat kan zijn van bowlen, ergens eten, bloemschikken, iets leuks doen. Oké. Dat is ook altijd leuk. Dat ze toch ook even dat uitje dan hebben. Even, en dan zorg jij weer voor vervanging? Dan zorg ik weer voor vervanging. En als ze het al hebben, dan is het allemaal mooi meegenomen. Ja. En zo zijn er meer dingen, hoor. Er zijn ook mantelzorg, die zijn natuurlijk vaak al wat ouder. Die hebben het niet meegekregen om met een computer of een laptop of een mobiel heel goed om te gaan. Daar zet ik sowieso ook wel vrijwillig voor in. Die gaan dan thuis bij de mensen hulp bieden. Maar nu is er ook, dat is ook zo'n samenwerking met een bedrijf. Die heeft bij ons gecontact van, wij willen met verschillende mensen die jullie nou uitnodigen in enige locatie,
uit kunnen leggen hoe bepaalde dingen werken op een laptop of een computer. Of moet goed, hè? Ja, dus die mensen mogen zelf ook aangeven, ik neem een mobiel mee, de ander neemt zijn laptop mee of zo'n iPad. En dat is allemaal liefdedienst? Dat is allemaal liefde. De bedrijf doet het dus voor niets. Ja, wij hoeven alleen maar een locatie, want je moet die mensen natuurlijk toch kwijt kunnen. Ja. En dat hebben we dan ook in de vorm van de Amstel tuin. Ja, daar hebben we een mooie locatie voor. Ja, en daar hebben we ook een mantelzorgcafé en daar kunnen de mensen komen. En we hebben al aardig wat aanmeldingen binnen. Dus er is ook vraag naar. En dat hadden we ook wel gehoord en gezien. En ik vind het heel fijn dat het bedrijf het ook wil doen. Ja, en in november stuur ons nog maar even een berichtje. Ga ik zeker doen. Ja, ja, ja. Want dan kunnen we daar ook nog even aandacht aan besteden. Ja. Zowel via de site als via... Ja, het is 12 september. Niet november, het is september. Ja. Maar dat is al dichterbij. Ja. Nou, vergeet het niet. En ze mogen altijd op mantelzorg en meer.nl kijken. Ja. Daar staat eigenlijk alles wat ik ook vertel. Ja. Dus wat dat betreft kunnen ze zich daar inlezen en aanmelden. Noem nog maar even een keer... Het telefoonnummer. Ja? Het telefoonnummer van mantelzorg en meer is 020 333-5353. En daar kan iedereen aan bellen. Daar kan iedereen aan bellen. Of ze mogen op mantelzorgenmeer.nl kijken. En ze mogen ook mailen op info@mantelzorgenmeer.nl. Okay. Heb ik nog één vraag aan je? Ja. Is er naar jouw idee sprake van veel verborgen mantelzorg? Mensen die... Dat kan je natuurlijk niet weten, maar het gevoel... Dat je met je 800 cliënten nog eigenlijk maar een deeltje hebt van het geld. Zeker, zeker. Ja. Nee, dat is er zeker, want die mensen die zijn... willen zich toch niet kenbaar maken van ik ben mantelzorger. Nee. En wij kunnen moeilijk elke deur gaan aanbellen van bent u mantelzorger, zullen we wat voor u betekenen? Nee. Nee. Dat moeten ze toch of naar de gemeente of naar iemand of door iemand of via komen. En het ook willen. Kijk, je moet het wel willen. Tuurlijk. Ja. Maar als je hulp kan krijgen en je daardoor wat ontlast wordt, hoe makkelijk en hoe lief en hoe aardig en hoe fijn zou dat zijn? Nou, ik heb heel veel wel geleerd over de extra's die jullie doen. Hè? Mantelzorg, hulp. Maar jullie bieden een pakket aan waarvan ik denk van... dat is tot aan de instelling, hè? Ja. Toe. Een machtige begeleiding. Nou ja, plus dan vergeet ik zelfs nog mijn collega's. De office manager die natuurlijk de telefoon neemt. Die doorgeeft wat wij allemaal moeten doen. Hmm. Die ook administratieve dingen doet. Maar ook de PR en communicatiedame. Die natuurlijk de website bijhoudt. Facebook en brieven, nieuwsbrieven. Waar zitten jullie pand? Wij zitten tegenover het ziekenhuis Amstelveen. Van Amsteland. Ja. Bij het Amstelring pand. Waar ook Medipoint zit. Dus waar je de rolstoelen, krukken en dat soort dingen waar je dat kunt halen. Ja. Ja, daar ben ik ook lid van. Dus alles bij elkaar. Ik hoop nooit nodig te hebben, maar het is wel handig. Het is handig dat we het hebben. Ja, ja, zo is het. Nou, heb je nog een slotopmerking? Een hartekreet? Nee, ik zou alleen zeggen, de mensen mantelzorgen, meld je als het, doe het niet te laat. En heb je hulp nodig, vragen kan altijd. Vragen staat vrij. Ja. En daarna kan je altijd verder kijken, wat doen we wel, wat doen we niet. Oké. Nou, ik dank je wel voor... je toelichting op de dingen die ik niet wist en een heleboel mensen niet weten. Mm-hmm. Waarschijnlijk nog. Ja, ik hoop dat het helpt. Ik hoop het ook. Goede instelling. Dank je wel. Graag gedaan. En veel succes. Bedankt. En veel plezier. Ook dat, maar dat zal wel lukken. En genoegdoening. Zeker, dank je wel. Helen, het allerbeste. Dank u. En we gaan verder met het plaatje van iemand die zeker op het eind van zijn leven ook mantelzorg nodig had. En die zo dement was als een deur. Ramse Shaffi. Ja. Moi qui ai vécu sans scrupules, je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plein de crépuscules, je ne devrais pas crier encore. Moi, le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu. Je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux. Vivre,
vivre. Même sans soleil, même sans été. Vivre. Vivre. C'est ma dernière volonté. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten, misschien vandaag. Misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me vivre. Laat me vivre. Laat me mijn eigen met gang maar gaan. Met sans souliers. J'avais le blasphème facile. Et j'entends d'ici mes copains crier le traître, l'imbécile. Il meurt comme un vulgaire chrétien. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur. Laat me. Laat me. Met mijn bocale. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me. Je vois de la lumière noire. C'est ce qu'a dit le père Hugo. Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit. D'à propos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang, en liefst nog langer. Maar laat mij blijven wie ik ben. Altijd zo gedaan. Laat me. Ramse Shaffi met zijn mantelzorgers.
Ja. Lisbeth List. Ja. En Alderliefste. Alderliefste, ja. Die, ja. Nou, dat is een mooie afsluiting. Ja, zeker. Aardig in gesprekje met die aardige mevrouw. Ja. We hebben nog wel niks gedaan over Amstelveen natuurlijk. En niks over sport nog. Nee, ook niet. Amstelveen heeft behoudens het rammen van een bushokje. Ja. Op Middelhoven. En met iemand het licht gewond werd en zelf nog. Tegenover de winkelcentrum. Ja. En dat de nieuwe terminal pas van Schiphol pas in 2026. Dat is wel heel erg lang. Ja. 2026 in bedrijf genomen. Dan hebben we nog even een rotzooi daar. Ook op Schiphol schijnen nogal scheurend personeel van een valetparkingbedrijf schade te hebben aangericht. Okay. Die rijden gewoon wel te hard. Ja. Zomaar even wat ver die ver uit Amstelveen. Er is een green map, een overzichtelijke green map die recreatiemogelijkheden in Amstelveen aangeeft. Okay. Dat is leuk. Ja, dat is wel aardig. City map waar inwoners en bezoekers het Amstelveense groen, sport en recreatiemogelijkheden kunnen verkennen. Nou, die gaan we eens aanschaffen. Hè? Ja. En dan kunnen we daar later nog wel eens wat meer over zeggen. Ja. Toch nog even sport. Ja, de sport, hè. Ajax gelijk gespeeld, hè. Ja, was even jammer. En Ten Hag was not amused over de interviewer. Nou, ik ook niet. En ik word helemaal, dit even voor mijn neus zetten. Helemaal mies van die verslaggevers die het hebben over de grootmacht Ajax. En denk ik van, hou nou alsjeblieft op. Ja. Want ze kunnen geen wedstrijd meer verliezen nu, hè? Want het is allemaal niks de rest. Maar zo'n ploegje moet nog aan elkaar wennen. Dus ze gaan er nog een stel weg. Ja. En dan wordt zijn trainer daar ook mee geconfronteerd. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar lichtelijk geïrriteerd van raakt. Ja. Hij zegt, vandaag de eerste keer dat we zo samenspelen. Hou je er even rekening mee? Ja. En dat soort dingen ook. Maar goed, het mooie, ik heb nou eens een keer echt gekeken naar autoracen. Formule 1. Hij startte op pole position, maar ik weet niet meer wat hij uiteindelijk gedaan heeft. Hij is tweede geworden. Oh, dat is jammer. Het was zo dat ik kwam er even wat later in dan de start. Hmm. Maar toen lag hij dus op 1. En degene die dichtst in de buurt was Hamilton. Dat is die, Maar die had een iets uitgekiendere wisseltechniek van banden. Okay. Ja. Ja. En die deed op het laatst, nam hij genoegen met een achterstand van 18 seconden. Mm-hmm. Omdat hij nog wat banden wisselde. En dat deed Verstappen deed dat niet. Mm-hmm. En je zag dus in die laatste ronde, zag je hem met 2 seconden per ronde dichterbij komen. Want de banden van, dan blijkt het weer een mechanische sport te zijn. Hij wilde wel harder, maar hij kon niet harder. Ja, okay. En op het laatst kon hij ook niet meer de pits in, want dan was hij helemaal achtergeraakt. Ja, was hij achtergeraakt, ja. Als hij meteen dat gedaan had, had hij nog een kans gehad. Dan waren ze samen, maar had hij op 2,5 seconden, 3 seconden gezeten. Dan was het echt spannend geworden. Ja. En nou werd het niet spannend meer, maar ze waren wel aan elkaar gewaagd. Ja. En dat was een mooi gevecht. Daar zat ik wel even naar te kijken. Nou, ik vond het sowieso mooi dat die pole positie startte. Ja, iedereen was helemaal door het dolle, zeg. Niet te geloven, werkelijk. Ja. Ja. En dan zijn we weer echt Nederlanders, hè? Ja. En, ja. Maar, hoe heet het? Dat was wel mooi. Ja. En ik zag ook die jongen, dat is weer een heel andere sport, wielrennen. Die van de Poel, die Mathieu van de Poel, die doet nou ook mountainbiken. En dan wint hij ook weer alles. Ja. Het is niet te geloven, dat kind. Jongen. Die kan heel veel. Die kan op de weg, die kan in de modder en die kan op de mountainbike. Het is niet te weinig. Nee. En hij rijdt ze er allemaal helemaal uit. Het is allemaal zoek, ja. Ja, het is allemaal zoek. En eens even kijken. Oh, de dames, volleybalsters, hebben een Sepert gehad. Hè, want die moesten tegen Italië. Ja. Om een plaatsje op de Olympische Spelen. Ja. Maar dat ging met 3-0 gingen ze aan de kant. Oh, okay. En dat was volkomen terecht. Want die Italiaanse, daar speelde 1 donkere mevrouw mee. Mm-hmm. Die was niet geboren in Italië? Nou, ik denk het niet. Of van de ouders. Die had het. Het was een hele donker zwarte mevrouw. Mm-hmm. Maar die kon. Oh, die sloeg ballen met 100 kilometer per uur. Zo. De gaten zaten in de grond. En die, daar was geen werken tegen, blijkbaar. En ze speelde ook niet zo goed, geloof ik. Ik heb er pas op het laatst, kwam ik erin toen al 2-0 achter stonden. Ah.
Net de eerste set net verloren, tweede heel duidelijk verloren en de derde set ook net verloren. Maar het was niet het team wat ik verwacht had om te zien. Er stonden ook allemaal invallers in, er had allerlei wisseltrucs toegepast. Dus nou moeten ze het bij het OKT in het Europese kampioenschap proberen te doen. Dat is de laatste kans. Ja. Maar ja, daar krijgen ze Turkije en Polen nog voor hun kiezen. Dus dat is ook niet zo makkelijk. Dat is ook heftig, ja. Ik wens de meisjes, want het zijn ook allemaal meisjes nog die in Amstelveen... die in Amstelveen hebben gevolleybald. Okay. Tijdens de glorietijd. Ja, ja, ja. Ja, van Martinez. In de bankershal nog. Ja, Martinez in de bankershal. Dus dat waren niet allemaal, maar veel wel. Ja. En dat is toch... Ja, dan hoop je toch altijd dat die meiden dat redden. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Maar, we zijn net zo chauvinistisch als iedereen. He? Ja, maar goed, waarom niet? Hè? Kijk, als het, als het, maar je moet het ook niet overdrijven. Kijk, maar het trekt dus wel, hè? Kijk maar naar welke. Er zit weer een hele tribune met oranje hemden bij het autorace. Ja. Onvoorstelbaar zo. En wat hebben we met voetbal gedaan? ADO, die moest tegen Den Haag, toch? ADO is Den Haag. Ja, maar daar was die stonden met 2-0 voor en die kregen met 4-2 op een flikker van Utrecht. Oké, ook van Utrecht. Ja, Utrecht, ja. En, dat was, en AZ heeft ook met 4-0 gewonnen. Okay. Die is allemaal boven Ajax nu, hè. Hoe heet het? Heerenveen, Utrecht. Al die jongens die gewonnen hebben. Oké. Okay. Groningen. Ze zijn allemaal boven Ajax. Ja, want dat was het 2-2 bij Vitesse. PSV ook gelijk en Feyenoord ook gelijk. Ja. Dus de zogenaamde grootmachten allemaal gelijk gespeeld. Ja. Ze moeten nu naar Griekenland, het wordt andere stuf hoor. Want dat moet er hoe heet die club ook weer? Panathinaikos. Nee, niet Panathinaikos. Nee, maar goed. Ik kom er nu even niet op, maar dat heb ik wel meer. Ja. Maar dat is wel de kampioen van Griekenland. Ja. Dus dat wordt andere. En daar moeten ze dan ook zien dat ze zich plaatsen voor de Champions League. Hoor. Ja. Het is allemaal nog een beetje gammel. Okay. En er zijn jongens die nog op punt staan om weg te gaan. Ja. Dus Van der Beek zal wel naar Real Madrid gaan. Dus aderlating. Ja. Dus dat moet allemaal maar gedaan worden door die meneer Ten Hag. Ik ben wel gecharmeerd van hem geraakt op de wijze waarop hij gewoon zijn gangetje gaat. Ja. En wij moeten weer stoppen. Ja, wij hebben de hoogste tijd. Ja. We gaan morgen weer verder. Laten we dat maar doen. Ja. Dat is goed. Tot morgen. Fijne dag. Ja, jij allemaal ook. Fijne dag.